Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag gaan we praten over de Miss en volgens mij Mr. Tropical Beauties contest die al jaren wordt gehouden in Suriname. De persoon, de motor, de initiator achter Miss Tropical Beauties is Germaine. Geen onbekende in de Surinaamse samenleving en zeker niet bij de modellen en de mensen die hebben geparticipeerd of interesse hebben in deze pageant. We gaan vandaag met hem praten omdat het weer zo ver is dat er een competitie voor de deur staat. En dat is namelijk op 30 april, want dan is de finale show. Dus we gaan een babbeltje maken vandaag met Germaine. What made is a little cute time. Hi Germaine, welkom in Q-Time. Dankjewel Odette Miranda en welkom kijkers. Goeiedag. Goed, het is weer zo ver hè, dat er weer een Miss... Is er een Mr. Tropical Beauties deze keer ook weer? Er is ook een Mr. Tropical Beauties. Ja. Ja. Even double checken met je dat inderdaad die Mr. er ook weer bij is zoals vanouds. De hoeveelste editie is het al dat je dit organiseert? Voor de dames is dit de 8e editie en voor de heren is dit de 4e editie. Okay. How time flies, ongelooflijk. Hoe hebben jullie corona doorstaan? Zoals iedereen, in lockdown. Ja, dus er waren toen geen competities? Nee, we hebben een jaar stilgezeten qua competities. We zijn wel in 2021 met Farisha naar Polen geweest om mee te doen aan nog Supranational. Dat was ook even gedurfd met alles wat er gaande was. Dat was ook niet makkelijk. Ja. Omdat Farisha in 2019 gegroeid was en nog steeds haar kans om Suriname te vertegenwoordigen hebben we nog geprobeerd waar te maken. En dat was in 2021. We zijn in 2021 ook gestart met de audities voor eigenlijk Tropical Beauties. En moesten we weer stil liggen met corona, COVID, lockdowns. Rekening houden met iedereen's veiligheid, met het hele team. Dus het is een jaartje geweest van ook bezinning, tot zichzelf komen en weer even alles op een rijtje zetten van hoe gaan we de komende jaren Tropical Beauties weer organiseren. Oké, heb je iets veranderd aan het concept? Het hele concept? Ja. De standaard basiselementen die zijn er nog wel. De evening gown die is er nog, de swimwear is er nog, de talentenronde, de final question. Dat zijn de basisdingen die nog zijn gebleven. Wat er wel nu aan is toegevoegd voor 2022, is dat we met COVID, we zien het al, we doen nu ook interview via Zoom. We hebben heel veel Zoom-trainingen gedaan dit jaar, virtual. En we hebben toen gedacht, weet je wat, waarom brengen we de pageant dan niet ook op die manier naar voren? En vandaar dat we gepartnerd nu hebben met tv-station. En wij gaan dus de show in 5 afleveringen uitzenden op de tv. Dat is eigenlijk het hele nieuwe concept dat erbij is gekomen. Oké. En hoe moet het tv-concept eruit zien? Nou, het tv-concept wordt een vergroting van eigenlijk alle trainingen die we hebben gedaan en de verschillende challenges die eigenlijk we doen. Wordt het een beetje reality? Het wordt heel erg reality. Okay. Want erbij komt ook kijken dat het publiek mag mee bepalen dit jaar. Er komt een sms, er is een sms-nummer. Het stemmen is gisteren begonnen. Ja. We hebben een hele zachte launch gehad afgelopen woensdag voor sponsoren en voor de kandidaten zelf. En de kandidaten die zijn nu al op social media bekendgemaakt, maar ze worden volgende week live op tv voor het eerst goed gepresenteerd aan het publiek. Ja, dat is dus op 27 maart, is de eerste tv-show. Ja. Ja. En het zijn er 5, dus elke week 1 neem ik aan. Elke week 1. Er zijn op dit moment 8 kandidaten dames en 3 kandidaten heren. Mm-hmm. Maar op zondag om 9:00 s'avonds kan er een kleine verrassing erbij komen. Wat de kandidaten ook niet echt weten. Dus voor hun wordt ook een heel spannende tv-avond. Oké. En het is op 27. En je tv-programma's zijn live? Ze zijn niet live. Ze zijn wel van. Ze zijn semi-live. Ja, ja. Waarom zeg ik semi-live? De uitslag, laat me het even goed uitleggen. Elke aflevering is niet alleen een uitvergroting van een training, maar is ook direct een challenge voor de kandidaten. Dus het is echt reality TV op een Surinaamse manier, want we brengen reality TV dan naar voren. Het publiek mag stemmen en elke week valt er 1 of 2 kandidaten uit de show. Oké. Ja, het aantal stemmen van het publiek en de deskundige jury bepalen welke kandidaat doorgaan en welke kandidaat eruit gaat. Oké.
En dat stukje gaan we wel live presenteren. Dus ik weet ook de uitslag niet van tevoren. De dag dat we de live uitzending doen, gaan we de kandidaten eigenlijk bekendmaken wie doorgaat en wie niet. En uiteindelijk doen we dan de finale avond met niet de volledige groep, maar met de drie kandidaten die overblijven. Ja, oké. Okay. Ja. En afvallers zijn, neem ik aan, alleen bij de dames? Ook, het kan ook zijn bij de heren. Oh, dat kan ook. Oké. Okay. Dat kan ook, ja. Dus het spannende maar je hebt is dat twee competities, toch? Je hebt een dames- en een herencompetitie. Ja, die een beetje gemerged zijn in één. Ja, ja. Want ze doen wel dezelfde challenges allemaal, maar het wordt wel een competitie in. Dus het kan voorkomen dat er een heer uitvalt. En het kan ook voorkomen dat we gedurende het traject al Mr. Tropical Beauties gaan kronen voor de finale avond. Oké, okay, op die manier. Dus want dat, is dat ook kan een, ook gebeuren. Ja, ja, oké. Okay. Spannend. Spannend. Heel spannend. Spannend, ja. Leuk. Leuk. Hoe is het gelukt met het vinden van sponsoren? Want natuurlijk in coronatijd en ook met de hele economische crisis zal het niet makkelijk geweest zijn om het toch allemaal weer voor elkaar te krijgen. De sponsoren, de partners die altijd achter het product hebben gestaan, de meeste hebben volmondig direct ja gezegd toen we ze hebben benaderd. Gelukkig. Dus daar zijn we heel blij mee. En er zijn ook een paar nieuwe bijgekomen die de uitdaging met ons willen aangaan. Ja. En natuurlijk, in deze economische crisis moeten we ook creatief gaan zijn. We moeten ook kijken hoe we het anders kunnen doen. Hoe we het ook economisch voor iedereen op een voordelige manier kunnen doen. Ja, ik mag geen grote show voorlopig nog geven. Fingers crossed dat het voor 30 april nog wel mag. Met publiek erbij. Want ja, je mist toch wel die hype van een publiek eromheen. Ik moet wel toegeven, we worden challenges, we hebben bezig van de challenges gefilmd zonder publiek. Alleen met jury. En je mist nog wel... Weet je, de ondersteuning vanuit het publiek naar de kandidaat, dat is die hype die je altijd hebt. En dat is een bepaalde energie, een bepaalde wisselwerking, interactie die je niet via een scherm kan vervangen. Dat klopt. En dat mis je toch wel bij zo'n evenement. Ja, oké. Okay. Dus wij hopen echt dat we tenminste, ook al is het maar 50 personen, een klein publiek erbij mogen hebben. Oké, okay. Maar in principe, op dit moment is alles gewoon nog digitaal en via de tv te volgen. Dat klopt. Oké, okay, spannend. Weet jullie ook al waar de winnaar naartoe gaat om Suriname weer te vertegenwoordigen deze keer? Wel, dat is nu weer een andere issue. Want normaliter gaan we naar Polen voor Miss Supranational. Maar ja, op dit moment is er daar in de buurt een conflict gaande. Met de oorlog die gaande is tussen Rusland en Oekraïne. Dus dat is nu even ook, we zijn ook met de organisatie in contact. Zij hebben tot nu toe voorlopig alles wel gezet op doorgaan, maar ja, je weet maar nooit. Dus wij zijn nu nog even in een afwachtende houding om te kijken wat dat wordt. Kijk, in het verleden hebben we ook gezegd dat we de winnaar een jaar later wegsturen. En misschien houden we dat nog gewoon even aan. Ja. Maar voor nu focussen op het lokale. Ik weet dat Farisha ook bij u in de uitzending is geweest een tijdje geleden. Klopt. En ja, ze is ook de langste Miss Tropical Beauties die we op dit moment hebben. Petje af voor beide, Glosjo en Farisha. Die any moment dat ik ze nog bel om iets te doen, nog steeds klaarstaan en het te verdedigen. En ook op waardige wijze uitdragen. Maar het is tijd dat ze ook terug gaan naar hun normaal leven, om het even zo te zeggen. Ik kan me voorstellen. Zodat ze ook hun, terug kunnen naar... En anderen de kans geven om dat over te nemen, om in de spotlight te staan. Jermaine, ik vind het geweldig dat jullie door hebben gezet. Dat het toch gelukt is om genoeg kandidaten te vinden om mee te doen. Laten we inderdaad hopen dat de volgende editie wel weer in zijn volle glorie georganiseerd kan worden. Maar dan hebben we in ieder geval gezegd, nou weet je wat, ook dat hebben we meegemaakt en ervaren in het leven. Tuurlijk, het is een nieuwe uitdaging en een nieuwe, ook voor ons hoor, moet ik zeggen, ook voor de kandidaten, is dat de groep die dit jaar meedoet, is het ook een uitdaging geweest van hoe gaan we dit doen, hoe gaan we het met elkaar doen. Het is een klein beetje inspanning van iedereen, maar we zijn echt helemaal tevreden met het product dat we gaan presenteren. Hopelijk het publiek ook en zal ook dit even, onze nieuwe manier van een pageant presenteren, ook omarmen. En kijken wat het met zich meebrengt. Ja, we hebben geleerd dat alles een verrassing is in het leven. Hè? Dat we niks van tevoren in steen moeten schrijven. Want het verandert zo van de een op de andere dag. Maar dat gelukkig waren helemaal. We flexibel genoeg om het voor elkaar te krijgen. Anyway, vanaf 27 maart gaan we dus kijken naar de televisieafleveringen. En op 30 april moeten we de finale show in de gaten houden. Dat klopt. Men kan onze Facebookpagina ook in de gaten houden op Tropical Beauties.
Een station, ik weet niet of ik het station mag aangeven, maar het station waar de afleveringen plaatsvinden is ATV. Op kanaal 12.2. Elke zondag. En het stemmen gaat via een sms-nummer. Men mag het nummer van een favoriete kandidaat stemmen naar 3535. Om zo een kandidaat door te sturen naar de volgende ronde. Okay. Bijvoorbeeld Jermaine is kandidaat 0. Dan stem je 0 naar 3535. Oké, okay. Maar die instructies zullen tijdens de tv-show ook gegeven worden, neem ik aan, toch? Ja, helemaal correct. En ook via onze social media page kunnen dat gevolgd worden. Kunnen mensen stemmen en checken. It's very nice. Heel erg veel succes, Jermaine. Het wordt een spannende maand. Eind april, ja, is het resultaat, eind april is het resultaat bekend. Ja. Dus tot die tijd zou ik zeggen, geniet ervan. Zet hem op. Dankjewel. Het wordt een spannende race, spannende uitdaging. Ja, slaaploze nacht. We zijn benieuwd. Zeker weten. Ja, ze zijn al een tijdje begonnen. Ja. We kijken er naar uit. Heel veel succes met het traject. Dankjewel, Odette. En dankjewel voor de geboren tijd om bij je in het programma Tropical Beauties weer naar voren te brengen. Ja hoor, helemaal geen probleem. Thank you. Bye. Dat was Jermaine. Hij is bekend van de organisatie van Miss en Mr. Tropical Beauties. Een beetje coronatijd natuurlijk. Een heleboel dingen die aangepast moeten worden, maar ze zijn niet weg. Ze zijn er weer. En vanaf 27 maart gaan dus de 5 televisieshows van aangepaste Tropical Beauties van start. En op 30 april mogen we dan een nieuwe Miss en Mr. Tropical Beauty gaan bekronen. Tenzij u als kijker meebeslist en ervoor kiest dat er een aantal mensen niet meer mee mogen doen. Want dat mag dit jaar wel. Dus volgt u de uitzending en ook de Facebookpage van Tropical Beauties om de instructies te volgen en ook de kandidaten te beoordelen als publiek. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar Q-Time en tot de volgende aflevering. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.